Goedemorgen, welkom weer hier op Smulweb Facebook. Mijn naam is Loesje en je bent aan het kijken naar het programma Zo lukt het Loesje. Ik heb een heel tof stuk vlees gescoord en ik wilde dit eventjes laten zien. Dit is namelijk, dames en heren, dit noemen ze short rib. Moet je nou eens even kijken. Hier zitten drie hele dikke botten. Zo. En hierbovenop zit een hele berg met vlees. En dit kun je dan meestal niet in de supermarkt kopen. Ik heb het wel eens een keer in een online supermarkt gezien. Maar zeker weten dat jouw slager zoiets heeft. En dit is echt het ultieme. Dit zijn namelijk eigenlijk spare ribs, alleen dan van een koe. Daarom zijn ze ook zo verschrikkelijk groot. En dit leent zich uitstekend om mooi te garen, zeg maar, in een lekker sapje in de oven. En daarna, als je het dan lekker uit elkaar plukt, perfect, bij een patatje of lekker rijstgerecht of noem het allemaal op. Je kunt het ook op de barbecue maken, heel langzaam garen, kan allemaal. Dus ik dacht, ik ga dat eens eventjes voor jullie fabrieken. Ik heb hier een fileermes, daar haal ik een beetje van dat vet eraf. Dat is best wel vet, hè? Kijk, dit is allemaal vet. Wow. En het hoeft er niet allemaal af, hoor, want het geeft ook zeker smaak. Maar ik haal wel even wat gedeeltes eraf, zodat je een beetje iets minder vet hebt. Dit gooien we nog niet weg, want het gaat wel als smaakmaker, zeg maar, zometeen even mee in de pan in. Ik kan hier ook nog even een stukje eruit halen. Zie je, het is best wel een dikke plak. Ik laat er ook echt wat aan zitten, hier. Hier voel je dat het erg hard is. Dus dan kun je eigenlijk zo een beetje zo vet eraf halen. Dit is dus een fileermes, hè. Dat is wat flexibeler dan een gewoon mes. Waarmee je zo lekker prima door je vleesje heen kan. Bunnik een beetje los. Dan heb je al snel wat van dat vet te pakken. Wow. Cool, hè? Ziet er mooi uit. Kijk, hieronder heb je dus dat mooie vlees. Echt geweldig. En daar gaan we allemaal lekkere smaakjes bij doen. Maar eerst eventjes dit vlees een beetje peper en zout geven. Zo. Dit past natuurlijk nooit in een pan in zijn eentje. Of in zijn geheel bedoel ik. Dus ik snij ze eventjes in drie stukken. Dan moet je eens even kijken, als ik dat heb gedaan, hoe mooi dit eruit ziet. Kijk, prachtig dooraderd. En dan zit dus aan deze kant dat bot. Oh, echt. Ik heb het natuurlijk ook al voorgemaakt. Dus we zijn al helemaal blij geworden van alle geurtjes die hier vandaan komen. Erg lekker. Zo, drie van de units. Ik ga ze even peper en zout geven. Ik heb hier een grote pepermolen en een grote zoutmolen. Nou, er zijn heel veel verschillende verhalen over of je nou van tevoren peper en zout op je vlees moet doen of daarna. Ik doe het vandaag daarvoor. Die lekkere grote stukken. En even aan deze kant ook. Als het wil blijven staan. Zo. En echt dat verse vlees ruikt ook echt fantastisch al eigenlijk. Lekker een beetje peper, dat kan je altijd later natuurlijk nog wat meer erop doen. Alvast een vuurtje aan. Om de pan even heet te laten worden. Doen we wat olijfolie in om in te bakken. Dus niet van die dure olijfolie die je in je salade gebruikt, maar gewoon de goedkopere versie. Helemaal prima. Deze zetten we eventjes aan de kant. Want we gaan ons even bemoeien met de ingrediënten die er nog verder in moeten. Zo. Nou, je ziet hier al staan, ik heb espresso. Kopje koffie dus. Ik heb bouillon, karwijzaad, een laurierblaadje, knoflook, tijm, appel, een heel donkerbruin biertje, een shallotje, mosterd, zo. En dat gaan we dan vrij grof eigenlijk eventjes hakken. Want dat gaat een soort sausje vormen, zeg maar, waar straks die short rib in gaat garen. En daarna zeven we het weer. Dus je hoeft het niet heel fijn te maken. Je hoeft niet hier zeg maar al je snijtechnieken op los te laten. Je kunt gewoon lekker een beetje grof aan de slag gaan. Zo. Nou, het klokhuis gebruik ik natuurlijk niet. Dus ik snij gewoon eigenlijk een vierkantje. En dan heb je het klokhuisje voor de kippen. Of in de biobak. Maar ik heb kippen. Dus dat is altijd handig. Die eet alle restjes op. Heel fijn. Knoflook ook, die hoef je alleen maar te pletten. Dus even het kontje eraf. Op je mes drukken.
En uit het velletje fietsen. Zo. Die hoef je ook niet te snijden. Maar doordat je hem zeg maar gekneusd hebt, geeft hij gewoon heel veel smaak af. Zo. Nou, dan die venkel. Ook gewoon even in grove stukken. Het loof mag er aan blijven. Het kontje mag er aan blijven. Zo. Nou, dat was best wel snel, hè? Oké. Dan gaan we terug naar het vlees. Dat gaan we eerst eens eventjes mooi bruin maken. Het vuur iets hoger. Dat gaan we even per stuk doen. Dus dat botje is niet zo interessant, maar de andere kant natuurlijk wel. Dus dat doe ik zo in de pan. En dan wil je eventjes dat dat vlees een beetje wat bruining krijgt, zeg maar. En dat geeft namelijk ook smaak. Dus dat is belangrijk, want alles gaat over smaak natuurlijk. Zo. En ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt van, oh, dit is best wel een wintersgerecht. Dat past ook heel goed in de winter. Maar vooral ook in de zomer, als je dus dit straks plukt, dat vlees, hè, want het is nu nog heel taai. En als je dat straks in de oven zet, je zou na een uur kijken, dan is het helemaal hard. En daarna gaat het pas echt ontspannen, dan pluk je het eigenlijk zo uit elkaar. Dat is ook in de zomer fantastisch, op je barbecue bijvoorbeeld. Echt te gek. Oké, vlees even draaien. Kijk, zie je die mooie verkleuring hier op de rand? En dat wil je eigenlijk, zeg maar, even rondom. Het gaat eigenlijk nooit te hard. Dat kan eigenlijk bijna niet. Vooral ook omdat het daarna nog even in de oven verdwijnt. Ik heb hier een schaaltje. Een groot stuk, hè? Wow, echt zo cool. Hoppakee. Volgende. Erin. Nou, je ziet ook dat die olie flink begint te walmen. Dus ik zet hem even ietsje lager. Anders verbrandt de olie. Dat zou zonde zijn. Dan krijg je een hele bittere smaak. Het moet trouwens ook 2,5 uur in de oven. Hè? Dus het is niet zo dat het meteen klaar is. Behalve dat wij het natuurlijk al voor hebben gemaakt. Het staat gewoon hier lekker zo in de oven. Dat ga ik je zo laten zien. Zo. Even draaien. En eigenlijk, dat heb je ook wel eens op de barbecue, dan voel je eigenlijk meteen dat dat vlees vastplakt aan de bodem van de pan. Misschien heb je dat thuis ook wel eens, dat je denkt, ik bak een biefstukje, dan wil ik hem verschuiven en dan zit hij vast. Dan moet je gewoon even wachten, want het laat namelijk echt vanzelf los. Dat is ook zo op de barbecue heel vaak, hè, dan heb je een kipsatéetje of iets dergelijks, dan wil je het omdraaien, zit die halve kip nog vast aan je rooster. Dat betekent dat hij gewoon nog echt even nodig heeft, want dan laat het namelijk vanzelf los. Grappig, hè? Dan wist je dat je, zeg maar, nou, het weetje van de week. Zo, deze kant nog even. Nou, het ziet er echt wel super goed uit. Dit ruikt lekker, mensen. Als we toch een scheurtelevisie hadden. Zo. En dan de laatste. Oh, zo. Echt lekker. En dan zie je eigenlijk dat die vetkant ook wel een beetje slinkt eigenlijk. Hè? En dat al die sapjes van dat vlees, dus die vetkant hè, waar ik al een stuk van af heb gesneden, dat smelt eigenlijk ook een beetje zo hier die pan in. En dat is mooi, want daar gaan we zo meteen lekker die appeltjes en venkel in bakken. Super lekker. En dat geeft echt heel veel smaak eigenlijk al meteen aan je gerecht. Zo. Nou, als jij ook wel eens iets hebt gemaakt met short rib, laat het vooral even hieronder weten. Hè. Dan kunnen wij ook van jouw recept genieten. Heerlijk. Zo. Deze kan er ook uit. Hoppakee. Hoe cool is dit? Deze laat je even rusten. Dan hebben we even deze vetjes, zeg maar, die we nog over hadden. Hè. Die ik van het vlees heb afgesneden. Dan leggen we eventjes nog in de pan. Het vuur weer even iets hoger. Oh, heet Ivo. Pas op dat je camera niet verbrandt. En die roer ik eigenlijk eventjes hier in het rond. Zodat ze ook nog een beetje van hun vet afgeven. Mijn collega Helen die zei bovenal, oh, kunnen we dat niet uitbakken en dan opeten? Zou kunnen, maar dan moet je het echt helemaal krokant maken. En daar hebben we vandaag even geen tijd voor.
Die haal ik eruit. Die vetjes. En dan doen we hier in de pan meteen die groenten en die appels die we hebben gesneden. Oeh, spet het een beetje. Eens even kijken. Dus hebben we hier lekker dat shallotje, appel, venkel, tijm, knoflook. Gaat er allemaal in. Hop. Karwijzaad en een laurierblaadje. En dat bakken we heel even aan. Ik zet het vuur weer iets lager, hè, anders verbrandt de groente. Oh, dit ruikt al zo lekker. Dat karwijzaad is echt een fantastisch mooie geur. Dan denk je meteen, hé, dat zit volgens mij in heel veel gerechten. Weet je, dat ruikt zo. Dat is echt heel erg lekker. Zo, een beetje aanbakken. Ondertussen staat de oven trouwens op 170 graden. Lekker op te warmen. En daar gaat deze hele pan zo meteen met deksel erop nog echt 2,5 uur in. Dat heb je echt wel nodig voor die short rib. En je kunt ook bijvoorbeeld kiezen om bijvoorbeeld de oven op 120 graden te zetten en er nog gewoon 5 uur in te laten staan. Of bijvoorbeeld 's ochtends als je weggaat, zet je hem in de oven. En 's avonds als je thuis komt. Of in de slow cooker. Nou ja, bedenk maar wat. Oké, groentjes gebakken. Gaan we een beetje bloem erbij doen. Doe ik gewoon even uit de losse pols. Ongeveer 2 eetlepels. Dat zorgt eigenlijk een beetje voor de binding van de saus. Bak het heel even kort mee. Je hoort gelijk dat de sissen ophoudt. Die bloem neemt namelijk eigenlijk al het vet weg. Hè? Die neemt gelijk die olie op die we erin hebben gedaan. Dan bouillon erbij. Even nog niet alles. Ik wil eerst namelijk even kijken hoeveel vocht we hebben. Espressootje erop. Dit geeft die echt een lekkere donkere smaak zometeen. Samen met dat hele donkerbruine bier. Je ziet al hoe donker het is. Dit is een porter. En het is een beetje een rooksmaak zit er aan het bier. En dat gaat dan straks helemaal over in dat lekkere sausje. Dan heb ik hier nog mosterd. Even een paar flinke lepels mosterd erbij. Ja, dan denk je, mosterd? Ja, heel echt mosterd. Heel vaak wordt vlees bijvoorbeeld ingesmeerd met mosterd. Hè, voor het marineren daarvan en lekker die smaak af te geven. We doen het nu door de saus heen. Lepeltje even afgespoeld. Zo. Roer dit nog even door. Vuur wat hoger. Dit ruikt fantastisch, echt. Echt heerlijk. Lekker dat donker bier met karwijzaad, laurierblaadje erin, appeltje, venkeltje. Oké, hierbij gaan dan die grote stukken vlees. Ik hoop dat ik het zo ga redden. Die duw ik er even in, zo. Kijken, zo. Ja, en dan die laatste. Beetje proppen. Zo. En nu zie je dat ik een beetje hier wat over heb aan ruimte. Dus daar kan nog wat vocht op. Doe ik de rest van de bouillon erbij. En zorg ervoor dat het onder staat. Dus ik pak nog een beetje water erbij. Er zitten al zat smaakjes in, hè, dus ik kan best wel af met een beetje water nog erbij. Zo. Oké dan. Nou, dit zet je dan in de oven. Deksel erop en in de oven. 2,5 uur, hè, hebben we gezegd. Dat heeft het echt wel nodig. En alsnog moet je eventjes kijken of dat ook die 2,5 uur was voor jouw oven. Dus het moet echt uit elkaar vallen. Nou wil je natuurlijk zien hoe dat eruit ziet. Dat kan, dat is helemaal geen probleem. Want ik heb het namelijk al gemaakt. En hier zijn wij dus heel erg benieuwd naar. Zo. Let op. Dit is wat je wil. Are you ready? Kijk eens even. Hoe fantastisch is dit? Wow. Echt te gek. Ik pak even een schaal. Halen we die short rib eruit. Volgens mij is die echt hartstikke zacht al.
Ja, kijk dan. Zie die botten? Enorm, hè? Wow. Check dit. Oeh. Dit ziet er toch fantastisch uit, of niet? Oh, de bot valt al helemaal af, joh. Prachtig. Zo. Nou, wat je dan natuurlijk nog wil, is dat hier, dit sapje, zit natuurlijk boordevol met smaak. Dus we pakken nog even die pan erbij, waar we net zeg maar die vetjes in hebben gedaan. Kijk. En dan gieten we eventjes de jus er nog doorheen. Zo. Oh, zware pan. Zo. En als het goed is, heb je dan... Even kijken hoor, dit eventjes... Even logistiek regelen. Zo. Kijk, dan heb je een hele mooie jus. Zie je dat? En dit is dus echt... Je ziet dat vet erop drijven. Dat is dus eigenlijk al dat vet eigenlijk uit het vlees. Dus daar mag best wel een beetje van terug, vind ik. Dat doe je dan een beetje zo eroverheen. Nou, als je dit dan zo op je tafel zet... Met wat lekkere bijgerechten. Laat vooral weten als je leuke inspiratie hebt voor bijgerechten hierbij. Nou, dan heb je toch wel echt de blitz gemaakt. En eigenlijk heeft de oven al het werk gedaan. Hoe vind je die? Die jus zeker niet weggooien. Kan je ook invriezen, hè? En dan lekker bij je stampotje of dergelijke gebruiken. Fantastisch. Zo. Nou, mocht je nou zeggen, dit vind ik een gaaf recept. Klik dan vooral even hierboven op de link die we toevoegen. En dan kan je het zelf thuis ook maken. Laat hieronder nog even weten of je het een leuke vlog vond. Doe een leuk hartje of een duimpje of iets anders gezelligs. En dan zien we volgende week weer. Dankjewel.